Woningen kunnen voorzien worden van verschillende beveiligingsproducten. Maar wat valt hier allemaal onder? En waarom zou je dit aanschaffen voor je woning? Om hier antwoord op te krijgen, gaan wij langs bij NetTapmo. Slimme veiligheidsproducten zou je kunnen denken aan een slimme videodeurbel. Daarbij kan je zien wie er voor de deur staat, maar daar zou je ook iets tegen kunnen zeggen. Je kan ook denken aan een slimme buitencamera, die een onderscheid kan maken tussen auto's, dieren en mensen. Maar ook een binnencamera in combinatie met raam- en deursensoren. Maar je zou ook kunnen denken aan een slimme rookmelder. Die kan je bijvoorbeeld het licht laten aanzetten in een bepaalde kleur. Bijvoorbeeld in de kleur rood of groen, afhankelijk van wat de melding zou kunnen zijn. Slimme veiligheidsproducten werken in één app-omgeving, dus eigenlijk één ecosysteem waar je alle verschillende producten in één keer kan zien. En dan moet je het zo zien dat de beelden van een deurbel of een buitencamera of een binnencamera worden opgeslagen op een geheugenkaart. En dus je hebt zonder abonnementskosten kan je bij al jouw beelden. Dus neem bijvoorbeeld je huisdier of je auto of mensen die op jouw pad komen, dat kan je in één oogopslag zien in een tijdslijn, wat heel duidelijk zichtbaar is in de app. Om mijn woning veiliger te maken heb ik beveiligingsapparatuur aangeschaft en laten installeren. We hebben onder andere de slimme deurbel, slimme binnen- en buitencamera's en een slimme rookmelder. Wat ik zelf heel erg handig vind als het 's avonds wat later is. En er wordt aangebeld dat ik eventjes via de app kan zien wie er voor de deur staat voordat ik open doe. De slimme binnen- en buitencamera's vind ik zelf makkelijk, zodat ik weet wie er in mijn huis is en wie er buiten het huis loopt. En de slimme rookmelder, als je 's avonds ligt te slapen, dan word je in ieder geval op tijd gewekt als er brand is. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik veiligheid heel erg belangrijk vind en het is erg gemakkelijk. Stel je voor dat er een postbezorger voor de deur staat, maar ik ben niet thuis, dan krijg ik een melding in mijn app. En dan kan ik doorgeven dat ik er over 2 minuutjes ben en dan heb ik mijn pakketje uiteindelijk toch ontvangen.